We staan hier bij Jasper van der Belt, de voorzitter van de korfbalvereniging Tilburg. Jasper, jij bent voorzitter van de korfbalvereniging. Wat doen jullie hier precies vandaag? Vandaag is de opening van ons seizoen en traditioneel beginnen wij het seizoen met een open dag waarop we allerlei leuke activiteiten organiseren. Wat voor activiteiten hebben jullie vandaag ongeveer georganiseerd? Nou, allerlei spelletjes voor kinderen, maar wat we ook doen is voor de jeugd, de B, C, D en E-jeugd, trainings organiseren, een training en dat onder leiding van twee internationals. Dus twee spelers die in het Nederlands team van de korfbalsport staan. En dat is natuurlijk erg leuk voor de kinderen om hun voorbeelden live te zien en daarmee te kunnen trainen. Verder hebben we ook een aantal activiteiten rondom het Europese kampioenschap korfbal. Dat dit najaar onder andere in Tilburg wordt verspeeld. En daar vragen we aandacht voor en er zijn stands voor, hapjes voor en verder informatie voor te krijgen. Wat betekent de korfbalvereniging voor Tilburg? Korfbalvereniging voor Tilburg betekent een hele leuke sport. In bijzonder een gemengde sport. Zoals bekend is Tilburg een van de weinige sporten, misschien wel de enige sport die in gemengd verband wordt gespeeld. Jongens en meisjes, het is een echt teamsport. Hartstikke leuk om te doen en het is een grote vereniging. In Zuid-Nederland is het een van de grootste verenigingen met 400 leden. Oké, en ik zie nou dat er hier auto's gewassen worden. Wat is daar precies de bedoeling van? Ja, wij zijn in mei zijn wij naar Catalonië zelf geweest om daar een wedstrijd te spelen tegen ze. Als selectie zijnde van de korfbalvereniging Tilburg. Toen heeft onze vereniging ons gesponsord zodat wij zelf niet heel veel zelf hoefden te betalen aan de reis. Dus wij doen auto's wassen vandaag heel de ochtend voor de vereniging om daarmee geld in te zamelen. Om ze eigenlijk iets terug te doen voor wat ze voor ons gedaan hebben. Oké, en wat kost het om je auto hier te laten wassen? Het kost €5 om je auto te laten wassen. Nou, bij deze €5, want jullie zijn mijn auto aan het wassen op het moment. Wordt een mooie auto dan. Hij ziet er weer mooi schoon uit. Ik hoor dat jullie al 55 jaar lid zijn van de korfbalvereniging, klopt dat? Ja, dat klopt, helemaal. Mijn vrouw is iets later natuurlijk, maar die is later verkering gekregen met mij. Hè. En wat doet u zoal bij de korfbalvereniging? Op dit ogenblik bij KV Tilburg doe ik heel weinig, want ik doe zelf nog training geven bij de dameskorfbalvereniging en de EK organiseren op 22, 23 en 24 oktober in het Tekenwadaard. Oké, want dat is een beetje de insteek van de open dag vandaag, hoorde ik, hè? Ja, bij KWT is het al verschillende jaren open dag, maar dit is gepromoot in verband met twee internationals, Tim Bakker en Rick Voorning, zeg ik dat goed? Rick Voorneveld, om bij elke vereniging een clinic te geven en ook om te promoten voor de EK
Dan spelen de Belgen hier, maar op 22 september speelt het Nederlands team tegen een regio-team van Zuid. Ook in Tegwerdaad, om 19:30. Annie, wat doet u eigenlijk bij de korfbalvereniging? Op het ogenblik eigenlijk niets meer. Ik ben dus supporter of liefhebber van het korfbalspelletje, kun je wel zeggen. Maar ik heb 27 jaar het clubblad gedaan. Ik heb in de activiteitencommissie gezeten. En als er iets te doen is, ze kunnen mij altijd vinden. Ik ben altijd bereid om te helpen. De KVT, zoals ik het noem, KV Tilburg, betekent heel veel voor de racehalf. Want door lang die fusie en dat met de gemeente samengewerkt hebben om hier een complex te maken. Plus met onderhandelingen met de gemeente twee mooie kunstgrasvelden gekregen hebben. En met sporthal hier. Hebben die open dagen die nu hier zijn, die jullie opname van maken. Om de racehalf elk jaar opnieuw kennis te laten maken voor de jeugd om specifiek te gaan korfballen. We staan hier bij Tim en Rick van het Nationaal Nederlands Achttal, zijn jullie, hè? Want jullie spelen bij welke club? We spelen bij Kostendijk, allebei in het eerste. Want ik hoorde dat jullie Nederlands kampioen zijn met die club en daardoor spelen jullie in het Nederlands Achttal. Nou, het is een selectie van 16 man en wij zijn niet alleen daardoor. Het is natuurlijk een heel lang traject, je komt niet zomaar bij het Nederlands team. Maar dat is wel een mooie prestatie inderdaad. Rick, ik zag dat het veld verdeeld is in twee helften, maar hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Het veld is verdeeld in twee helften. Ene kant wordt aangevallen, de andere kant wordt verdedigd. En je speelt ook gemixt met twee jongens en twee meiden aan de ene kant, twee jongens en twee meiden aan de andere kant. En heb je dan bepaalde posities, verdedigers, aanvallers? Nou, het is in principe heeft iedereen altijd de functie waar hij in staat. En je hebt niet specifieke taken, zeker niet in de jeugd. Maar als je later hoger gaat en gaat specialiseren, dan zie je wel op ons niveau dat je wel echt afvangers, dus de rebounders hebt, de spitsen die de ballen erin moeten gooien. Ja, dan ga je wel echt naar de specifieke dingen toe, klopt. Maar waarvoor zijn we hier precies vandaag? Ja, het EK wordt gauw in Nederland, dat is eind oktober. En dat vindt plaats in vijf speelsteden, waaronder Tilburg. En ik ben ambassadeur van Tilburg. Dus ik hou me bezig met allerlei side-events om het EK te promoten. En om ervoor te zorgen dat korfbal meer gezien wordt als een topsport. Want het is gewoon een topsport. Wij trainen met het Nederlands team 6 keer in de week. We hebben A-status en het is gewoon een prachtige sport. En dat wil ik graag verkopen en daarom ben ik onder andere op deze kliniek. Dankjewel. Toevallig tref ik hier twee moeders langs de zijlijn. Dames, waarom zijn jullie hier? We zijn hier gekomen voor de open dag van korfbalvereniging Tilburg. Ik hoorde dat jullie moeders zijn, dus hebben jullie kinderen hier? Ja, ik heb hier een zoon en een dochter korfballen. En die zijn hier allebei vandaag, die hebben meegedaan. En spelen ze al lang? De ene speelt 3 jaar en de andere is vorig jaar begonnen. Heeft u zelf nog ambities om te gaan korfballen? Ik speel hier zelf ook en ik zit midden in de vereniging. Ik ben lid van allerlei commissies hier. Dus het druk zat met de korfbal. Ook een beetje netwerken aan de zijlijn? Ja, het seizoen is net begonnen. Hè? En iedereen komt terug van vakantie. Voor de vakantie heb je allerlei ideeën. Die moet je na de vakantie allemaal weer oppakken. Goede mensen weer pakken. Mensen die gestopt zijn met hun functies. Daar moet je weer nieuwe mensen voor gaan zoeken. Heeft zo'n open dag nou een beetje effecten? Ja, zeker. Wij zijn vorig jaar op de open dag erop afgekomen. En mijn kinderen zijn alle twee lid geworden. Dus ontvangst is ontzettend leuk en ze zijn echt door het spelletje gepakt. Dus, en wilt u zelf nou ook nog gaan spelen, denkt u? Nee, ik vind het ontzettend leuk om met de kinderen mee te gaan en daar hou ik het wel bij. Oké, dank u wel.